Hoi allemaal, vandaag even een ander filmpje dat jullie gewend zijn, want Jet is er niet bij. Maar dat neemt niet weg dat we vandaag hele bijzondere opnames hebben gemaakt. Jullie weten dat wij de laatste maand onze nare gewoontes hebben aangepakt. En ja, ik vond dat we daarbij nog niet genoeg met jullie inzoomden op een heel belangrijk thema, namelijk het thema verslaving. Ik heb vandaag hele bijzondere mensen mogen spreken over hun verslaving en zij willen graag hun ervaring ook met jullie delen. Als je na het kijken van dit filmpje nog vragen hebt, weet me te vinden. Want wij kijken graag met jullie mee naar eventuele antwoorden op jullie vragen. Een verslaving, waar begint dat nou? Waar mijn verslaving is begonnen, is eigenlijk rond mijn 21ste. Wanneer ik merkte dat ik het nodig had om een dag door te komen. Dus het was eerst heel erg inderdaad recreatief, leuk meedoen. En op een gegeven moment zei ik ook tegen mezelf van, ik doe het alleen in het weekend. Door de week doe ik het niet. En ik ging het door de week doen. Ik ging gewoon nachten slapen. Ik ging nachten niet meer slapen. Ik ging twee nachten overslaan. Ik kon nog even mijn werk niet meer doen. Of ik had drugs nodig. En dat was het eerste moment dat ik dacht, hey, hier klopt iets niet. En daar is het begonnen, ja. Hoe kwam jij erachter dat je verslaafd bent? Voor mij is dat een hele lange weg geweest. Voordat ik echt toe kon geven aan mezelf dat ik problemen had, dat ik een verslaving had. Ik heb zelf veel opnames gehad, met name in de psychiatrie, ook in de verslavingszorg. En uiteindelijk, hoe ik er echt achter ben gekomen, is dat ik zo afhankelijk was van mijn drugs. Van speed, van wiet en ook van andere drugs, dat als ik 's ochtends opstond, dat ik aan het trillen was. En om dat trillen te dempen, had ik speed nodig en wiet. En mijn gedachten gingen, het grootste gedeelte van de dag, gingen uit naar wiet. En voor mij is het zo van, ik heb veel opnames gehad, ik heb er veel ellende mee meegemaakt, maar eigenlijk iedere keer dat ik uit een opname kwam, dan dacht ik weer aan alle mooie momenten van drugsgebruik. Dus in het begin had ik er veel aan en het voelde goed aan. Die eerste paar keer high met name, en die momenten die wou ik telkens weer herbeleven, zeg maar. Dat is eigenlijk, is dat nooit meer teruggekomen. En kies jij dan voor die verslaving of is het iets wat je overkomt? Ik heb er wel bewust voor gekozen om te gaan gebruiken. Dus wel echt om middelen te gebruiken, daar heb ik wel echt bewust voor gekozen. Want het werd me aangeboden en ik had ook nee kunnen zeggen. En ik zat toch een beetje in een kring met jongeren, met vrienden die allemaal aan het gebruiken waren. Dus ik heb wel bewust gekozen om te gaan gebruiken. Maar dat ik verslaafd ben geraakt, dat is me wel overkomen. Want ik was nog heel gek. Ik was op mijn 15e heb ik nog op de middelbare school een spreekbeurt gegeven samen met een vriendin over drugs en over verslaving. Dus ik was me heel erg goed bewust van wat de gevaren waren en welke middelen er waren en wat het allemaal met je kon doen. En toch dacht ik van, het gaat mij niet overkomen. En het is me wel overkomen. Ik ben inderdaad verslaafd geraakt en ik kon er niet meer uit mezelf vanaf, zeg maar. En wat zijn de effecten van verslaving op jouw leven geweest? Ik heb in ieder geval zelf heel veel mensen beschadigd door mijn verslaving, door heel veel te liegen, te stelen van ze. Mezelf enorm beschadigd, vooral mijn eigen waarde is echt met me aan de haal gegaan. Ik denk dat ook op het moment zelf dat ik gebruikte niet echt door had dat het echt schade aanrichtte. Totdat ik eigenlijk stopte voor langere tijd en er eigenlijk achter kwam hoeveel schade het had aangericht. Die met emoties om kunnen gaan. Ik zeg wel eens dat ik ben gestopt met ontwikkelen. Toen ik die eerste heb opgepakt. Dus emotionele ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, ontwikkeling in het leven. Daar kwam ik gewoon achter toen ik stopte met gebruiken, dat ik gewoon echt nog een klein kind was. En toen zag ik al hoeveel schade het had aangebracht. Ja. En waar kwam het moment waarop je beseft dat je niet meer verslaafd wou zijn? En wat doe je dan? Nou, voor mij was dat het punt dat ik besefte van dat ik iedere dag als ik opstond, dat ik moest gebruiken om de onrust in mijn lichaam te dempen en mijn gedachten te dempen. En dat ik later op de dag, als ik dat had gedempt, dat ik last kreeg van suïcidale gedachten.
En ik begon op een gegeven moment in te zien dat dat al lange poos mijn leven zo was. Ik ben toen hulp gaan zoeken. Ik heb mijn eigen op laten nemen. En uiteindelijk, het is echt mijn innerlijke motivatie geweest. Echt mijn eigen keuze geweest om met mezelf aan de slag te gaan. En om clean te worden van drugs, alcohol, verslavende medicijnen. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij meetings, bij zelfhulpgroepen. En in die groepen was ik omringd door medeverslaafde mensen die het zelf hadden meegemaakt als ik. En dankzij die groepen ben ik uiteindelijk clean geworden en ben ik nu langer dan 6 jaar clean. En ja, eigenlijk heb ik een heel rustig en een fijn leven nu. Als ik 's ochtends opsta, ben ik niet meer aan het trillen en ik kan aan mijn dag beginnen. Ik voel me een gewaardeerd mens. Ik ben betrokken in de maatschappij. Ik heb daar mijn weg ook in gevonden. En ik heb een hoop mooie mensen om me heen. Ik heb ook leuk werk waar ik mee bezig ben. Veel fijne contacten. En het leven is mooi. Ik heb wel eens dipjes, maar dat hoor ik bij het leven, zeg maar. Ja. En betekent dit dan dat je nooit meer kan gebruiken? Of kan dat nog wel? Ja, dat is een hele goede vraag. Of ik nooit meer wat ga gebruiken. Voor vandaag ga ik niet gebruiken. Ik denk ook dat ik dat ook niet meer ga doen. Ik zit in een 12-stappenprogramma. En daar is dus wel een programma van volledige abstinentie van alle geest- en stemmingsveranderende middelen. En tot nu toe heeft dat me veel gebracht. Het heeft me veel rust gebracht. Want ja, ik heb altijd geprobeerd om gecontroleerd te gebruiken. Dus dat ik mezelf voornam, ik neem maar 3 drankjes of ik neem maar 2 blootjes. En dan zat ik gewoon constant te denken aan wanneer ga ik de volgende nemen. Ik wil meer nemen dan dat ik eigenlijk mag van mezelf. En uiteindelijk ging ik toch ook altijd meer nemen. En nu heb ik daar gewoon rust in. Het enige wat ik hoef te doen is niet die eerste op te pakken. En dan heb ik rust, weet je wel. Dus ja, dat is hoe ik nu al meer dan 10 jaar clean ben. Dus ik hoop dat dit gewoon voor de rest van mijn leven is. Maar ik doe het per dag. Wat zou jij jongeren nou mee willen geven? Heb je nog tips? Het is belangrijk dat je er open over bent. En hou jezelf goed in de gaten. Ja, je bent ook jong en ja, je wilt wat. Experimenteer. Maar laat het niet je leven overnemen. En laat het vooral ook niet je dromen in de weg staan. Weet je, als je merkt van ik ga mijn leven aanpassen aan mijn verslaving dan, of aan mijn gebruik, dan is het wel goed om hulp te zoeken en te kijken hoe je dat op een andere manier kan oplossen, zodat je gewoon het leven kan krijgen wat je heel graag wil. Praten er in ieder geval over. Ik denk dat verslaving inmiddels geen taboe meer is. Ik kan wel zeggen, we zijn echt met heel veel. Ik dacht echt dat ik met mijn probleem de enige was op de wereld. Maar er zijn zo onwijs veel mensen die kampen met verslaving of verslaving in hun omgeving. En het is geen taboe, je kunt er gewoon over praten. Waar ik ook aan zat te denken is dat op het moment dat ik dacht van ben ik misschien wel verslaafd, is de kans heel groot dat ik verslaafd ben. Want anders zou ik daar nooit aan denken. Dus ik denk als die gedachte bij iemand opkomt, van ja, weet je wel, die twijfelt. Diegene is niet alleen. En er is hulp zat. Er zijn mensen zat die ook mij hebben geholpen, die ervaringsdeskundigen waren op dit gebied, die mij weer hebben kunnen ondersteunen tijdens het proces. En die mensen zijn er, en die zijn er echt heel veel. Ik hoop gewoon dat iedereen eigenlijk weet, ze zijn niet alleen. In ieder geval, ik ben er ook. Dus, en er zijn er echt heel veel.